Publiek, wat? Waarom zitten jullie in het donker? Wacht, laat me je helpen. Ja, ik heb mijn duim op jullie. Ja, is vies. Vies, vies. Hallo publiek. Het is laat. Ja, dat klopt. Het is woensdagavond. Of eigenlijk donderdagochtend. Ik wil een filmpje opnemen, maar mijn batterij is dood. Maar nu niet meer, want ik heb heel handig de kabel aan de computer en hij laat op. Houden zo. Ook heb ik probeer ik een paar nieuwe dingen uit. Zoals game vlogs, weet je wel. Walkthroughs en noem maar op. Met spellen. Nog niet helemaal mee klaar. ik zit nog in een ruwe testfase, zeg maar. Maar het ziet er ook wel uit. Ja, het werkt wel. Ik moet alleen nog eventjes een leuke naam verzinnen voor die. Want ik heb dan wel Crazy Gaming Vlog. Maar ik ben het wel goed vergeten, dus dat kan ik niet meer. Slim, hè? Dat dacht ik ook. Verder moet ik kaartjes schrijven nog. Ah, shit. Doe ik morgen. Ja, kan ik morgen doen. En wat meer? Denk. Ik heb verder eigenlijk vandaag. Het is nu woensdag, wat heb ik gedaan? Morgen moet ik met de auto naar de garage. Ik heb mijn laatste training gegeven van dit jaar. Dit jaar. Bij mijn oude vereniging. Morgen ga ik ook fitnessen. En morgen ook bij mijn. Niet de laatste training trouwens, bij Oron. Maar ene laatste. Ik weet niet. Nee, jawel. Ja, één laatste. En dan ga ik naar Assen. Ja, als je kijkt naar mijn vlogs, dan weet je dat ik zin heb in Assen. Echt, ik heb echt zin in Assen. Verder is het echt de hele dag mist geweest. Ik weet ook niet waarom. Ik denk dat iemand heel heet gedoucht heeft vanochtend. Snap je hem? Ja, je doucht je stoom overal en zo. Dus. Nee, ja. Oké. Ik probeer heel hard na te denken. Ik heb vandaag mijn resterende cadeaus gekocht. En ik wil het wel laten zien. Maar het kan niet. Want je zit nu dus aan een kabeltje, publiek. Maar ik heb echt. Ik denk 4 cadeaus pp. En onder de kerstboom komt alles staan. Nou, dat is wel best wel vol, zeg maar hoor. Er kan niks meer. Ik pas niks meer bij. En ik heb echt hier. Echt, dat is echt. Ik weet niet wat het is. Doet ze ja. Het is zo'n. Nog net geen bla op mijn lip, weet je wel. Het is nog geen koortsbla. Of misschien nog wel. Begin koortsbla. Kan het? Oh, zou mijn vriendinnetje leuk vinden. Laat me denken. Ik ben aan het denken. Ik zat er trouwens ook over te denken. Om dan als ik toch de gaming ga doen. Om dan ook een serie hiervan te maken. Het is dan niet de nieuwste serie, dat weet ik. Maar het is wel een van de leukste. Want je kan gewoon iemands arm eraf schieten. Dat kun je nu niet meer in GTA 5. Of GTA 4. 5. Ik ben aan het wachten op 5. Echt maar. Ik heb echt. Ik kan niet wachten tot die uit is. Dus GTA 3. En misschien Happy Wheels. Zo'n online spel. En laat me even denken. Ja, ik kom er zo weer op hoor, echt waar. Maar nu even niet. Nou ja, nog wel meer spelletjes denk ik. Moet ik even kijken. Ik ben er niet. Oh. Sorry, niet zag. Rechter hoog. Ik kon recht naar binnen kijken. Het is echt de meest rustige vlog ooit. Ik denk dat het komt omdat ik best moe ben. En ik voel me net zoals jullie nu doen. Zeg maar 4%. Batterij. Niet heel goed. Maar ja, yeah, je doet het wel. Dus dan maar even doorgaan. Ik ben trouwens een filmpje aan het kijken. Kijk. Als jij weet welke film het is, laat een berichtje achter. Het is een Engels film. Ha, duh. Het begint met een K en eindigt op dubbel S. Heel moeilijk is het niet. Het is een man, jongetje, in een groen pak, gele streep op,
vechten tegen het kwaad. Die over wat overal loert. Maar toch zal hij iedereen wreken die dit nodig heeft. Dus, zoek maar op naar de berichten. En, nog 2 dagjes. 2 dagjes en dan is het 21 december. Ik ben echt heel benieuwd hoeveel mensen er echt daarin geloven. En hoeveel mensen echt ontslag hebben genomen van hun werk. En dan 22 december staan te kijken van, oké, dit had ik niet moeten doen. Ik ben er heel benieuwd naar. Echt wel. Want ik denk wel dat dat een van de meest domste dingen is die je kan doen. Ontslag nemen omdat je denkt dat het aan het gaat. En niet de Maya's waren vast een heel leuk volk. Maar ik geloof niet, ik denk dat gewoon die man die de kalender aan het maken was, die dacht gewoon, ja, nou, 21 december 2012, ik heb niet echt zin meer om het jaar af te maken, ik wil niet meer. Iemand anders doet wel. En toen gebeurde er iets, ik weet niet, waardoor hun zelf weg waren. Ik denk dat dat het was. Kan aan mij liggen, maar ja. In ieder geval, abonneer. Ik laat zo snel mogelijk een filmpje weten hoe het staat met de spelletjes. En heb je nog suggesties voor Crazy TV? Ik ben aan het denken. Kijk daar ook trouwens, abonneer daar ook. En vind de video leuk, deel de video. Dan zeg ik nu, fijne avond, slaap lekker en Dennis uit. Hoah!